Hoi, ik ben super leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Vandaag gaan we weer aan de slag met een techniekles. Mocht je mij niet kennen, ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook weer aan de slag met een techniekles. Afgelopen tijd en aankomende tijd gaan we namelijk aan de slag met verschillende technieken die wat mij betreft niet kunnen ontbreken tijdens het bloemschikken of die echt een meerwaarde kunnen zijn bij het maken van bloemstukken en boeketten en het bloemschikken. Dus ook vandaag gaan we aan de slag met een techniekles. Een hele leuke vind ik zelf, want je kan eigenlijk met één ding een heel apart bloemstuk maken. Ben je al nieuwsgierig geworden? Doe dan een duimpje omhoog en dan gaan we gauw beginnen. We zijn al aan de slag gegaan met het blad op draad zetten. Maar vandaag gaan we aan de slag met aspidistrablad. Want je kan met aspidistrablad heel veel kansen op. Je kan er heel veel leuke dingen mee doen. Wat je misschien niet standaard verwacht. En dat ga ik jullie vandaag laten zien. Ik ga een paar voorbeelden geven. Maar je kan er eigenlijk heel veel kansen mee op. En daar kan je ook zelf leuk mee aan de slag gaan. Dus met zo'n blad kun je eigenlijk al heel creatief bezig. Dus ik zou zeggen, ik haal je er even iets dichterbij. Dan kun je precies zien wat ik doe. Zoals ik al zei, gaan we aan de slag met aspidistrablad. Je kan aspidistrablad op heel veel verschillende manieren gebruiken. Je kan het blad scheuren. Je kan er heel veel technieken mee toepassen. Ik gebruik zelf heel vaak de strikjes. Hier stond ook al een video van online, maar ik zou het nog even extra laten zien. Je doet het blad door tweeën. Als je het makkelijker vindt, kan je ook gewoon een mesje gebruiken. En wat je dan doet, is je draait het blad een slag. En dan komt het er zo uit te zien. En dat doe je ook met de andere kant. Dus je hebt hier het blad. Je draait hem een slag. En dan zit het zo. En ik vind het mooiste om er dan een draadje tussen te doen. Je trekt hem naar beneden. En je wikkelt een van de draadjes eromheen. Ik leg vaak even de duim erop. En dan heb je een strikje. Is echt even oefenen waard. Maar als je eenmaal de handigheid erin hebt, dan is dat heel erg leuk. Vind je het nou makkelijker? Kan je ook een niet-tang gebruiken. Maar je kan ook gewoon eventjes het plaatje doormidden snijden langs de nerf als je dat makkelijker vindt. Dus je buigt hem. Je draait één keer een slag. Hou je hem daar vast met een vinger. Dat doe je ook met de andere kant. Dus aan beide kanten heb je dan een blad. En vind je het makkelijker, kan je er ook een nietje in doen. Of twee. Dan heb je ook een strikje. Dat is één optie. Wat je ook kan doen en heel leuk om te gebruiken in boeketten, is je draait hem een keertje rond. Dus je pakt het blad. Je draait een keertje rond. En dan prik je hier doorheen. Als je het makkelijker vindt, kan je eventjes met een mesje alvast een gaatje maken. Pak je de steel. En die druk je eromheen. En op deze manier kan je ook heel sierlijk aspidistrablad gebruiken. Ook heel erg leuk. Ook leuk in boeketten, in bloemstukken. Kan je heel veel kansen mee op. Dus dat is ook een optie die je kan doen. Wat ook een hele leuke optie is. Je snijdt het blad in drie stukken of meer, wat je nou wil. Ik doe even in drie. Ongeveer gelijk. Maar als het iets scheef is, is dat ook geen probleem. Je kan zelfs eventueel deze wat breder. Kan je zo laten, maar je kan eventueel gewoon nog een keer. Vier keer. Kijk, in vier stukken. Nou, je kan hem eventueel vlechten en kan je leuke dingen mee doen. Maar wat ook heel leuk is om het blad op te rollen. Dus je rolt het blad. En dan doe je er een klein nietje in. En doe je de een aan de ene kant. En de andere rol je de andere kant op. En die kan je ook eventueel wat korter doen. Vooral de binnennerf die de stevige steel heeft, is vaak leuk om wat hoger te laten. Want die blijft mooi rechtop staan. En daar doe je weer een klein nietje in. Daar krijg je wel heel grappig effect. Deze wil ik weer de andere kant op doen. Je kan het ook wat helemaal bovenaan laten.
Daar kan je leuk mee spelen. Hè? Dus dat is het leuke van aspidistra. Dat je kan er echt alle kanten mee op. En je kan er heel leuke, sierlijke dingen mee doen. En deze rol ik helemaal op. Ik heb er onderaan ook nog eentje. En ook daar doe ik dan een nietje in. En ook dan heb je voor in bloemstukken kan je heel sierlijk werken. Heel erg leuk. Nou, je kan zelf kijken hoe breed je wil. Ik zou deze eigenlijk zelf nog iets lager doen. Kan eens nog. En dan heb je weer een leuk idee met aspiristablad. Ook kan je aspiristablad gewoon heel simpel oprollen. En aan het eind kan je dan of een nietje doen. Of als je het fijne en mooie vindt, kan je er gewoon een draadje in doen. Dat is een beetje op dezelfde manier als het blad op draad zetten. Dus dan prik je hem er doorheen. Pak je hem weer vast, kan je dat eventueel weer oefenen. Maar je kan ook een nietje gebruiken. Dan kan je hem zo gebruiken in stukken. Kijk, nu hebben we al 4 hele leuke ideeën wat je alleen al met aspiristablad kan doen. Waardoor je een bloemstuk apart maakt. Deze vind ik zelf ook heel leuk. Je legt het blad neer en dan sla je het steeltje naar beneden. Dan buig je eigenlijk, of je wikkelt als het ware het blad rond. Zodat je een tuitje krijgt. Zoals je kan zien. En aan de bovenkant heb je hem dan eigenlijk nog een beetje open. Maar de punt sla je dan terug erin. En je kan hem er eigenlijk gewoon inschuiven. En dan zit hij eigenlijk gewoon echt al helemaal vast. Je kan eventueel extra nietje in doen. Maar het leuke vind ik hieraan. Dat je er een bloem in kan doen. En hoe leuk is om dit zo alleen een cadeau te geven of om te gebruiken in een bloemstuk. Heel erg tof. Heel erg leuk. Ik gebruik meestal eventjes wat bladglans op het blad. Want dat smaakt echt wel een stuk sierlijker en luxe. Maar dan heb je echt hele leuke ideeën om eigenlijk met een blad te doen. We hebben nou op eigenlijk hele makkelijke manieren 5 hele sierlijke producten gemaakt van het aspiristra blad. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen, kijk verder dan dat je denkt. Of ga lekker gewoon creatief aan de slag. Je kan nog wel heel veel andere manieren met aspiristra blad doen. Je kan nog wel vlechten. Je kan heel veel banen maken. Maar het leuke is om daar zelf lekker mee aan de slag te gaan. En uit te proberen wat er eigenlijk allemaal mogelijk is. En ook gewoon creatief aan de slag te gaan. Het zijn een aantal ideeën, maar vaak door echt te doen en gewoon lekker te spelen met bijvoorbeeld een blad. Kan je heel veel leuke ideeën creëren en ook echt je eigen stijl creëren. Dus heel leuk om hiermee aan de slag te gaan. Ook leuk om zelf te oefenen. Laat me vooral weten wat jullie hebben gemaakt van een bepaald blad. Ik heb nu aspirista blad gebruikt, maar misschien heb je al een ander mooi blad wat je wil gebruiken. Want ook daar kan je gewoon mee aan de slag gaan. Ik hoop dat jullie dit een leuke les vonden. Ik in ieder geval wel, want hiermee kan je gewoon met vrij weinig materiaal een heel creatief iets maken. Nou, leg ik ze zo bij elkaar, heb je haast gewoon een mooi boeket van aspirista blad. Kijk hoe sierlijk. Je kan er gewoon een mooi parallel boeket van maken. Maar dat in een andere video. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vinden. En dat ik jullie weer op leuke ideeën heb gebracht. Laat hieronder weten wat je ervan vindt. En ga lekker zelf aan de slag. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En zien we bij de volgende keer weer. Doei!